Nou, 100 jaar Hoppenzak. Hoe is het begonnen? Mijn opa, die werkte bij zijn vader in een kapsalon. Dus eigenlijk is het al meer dan 100 jaar. Die is begonnen met hoeden en petten en uniformbenodigdheden. En grimeren op de Haarlemmerstraat begon die een winkel. En hoe gaan jullie het vieren? Nou, dat is een, ik weet dat niet. Dat moeten eigenlijk de kinderen verzorgen. Dat is een verrassing, ik weet het niet. Wat is jullie favoriete kostuum? Vroeger ging ik altijd als die ontdekkingsreiziger met die hoge schoenen aan. Livingstone, zo, met een tropenhelm op. Ik had ook vrij lang haar. En later meer het rockkostuum. Ik heb eigenlijk geen favoriete kostuum. Ik verkleed me niet zo vaak. De laatste keer ben ik naar het carnaval geweest in Maastricht. En toen zijn we in de carnavalskleuren rood, geel en groen gegaan. Dus gewoon iets vrolijks. Wat is jullie favoriete moment? Het is allemaal leuk. Maar ook gewoon de mensen hier aankleden. Een enkel persoon die naar een feestje moet. Dat is al vaak grote hilariteit en leuk. Het feest, we zeggen altijd, het feestje begint bij Hoppenzak.